Deze video is ook gesponsord door Burka, dus heel erg bedankt Burka. En helaas had hij corona, heet hij corona. Deze testen. Leuke tas gekregen van de Vintage Bar. Kijk even hoe lekker dit eruit ziet. Het pakketje van de Bershka is binnen. Wij hebben heerlijk loetje besteld. Leuk dat je kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Helaas gaat deze week niet zo lopen als ik had gehoopt. Het is vandaag dinsdag 4 mei. Dat betekent dat Milan vandaag jarig is. Hij is 21 geworden. Alleen hij werd vanmorgen wakker met echt mega erge koorts. Hij was echt super heet en hij had heel erg veel hoofdpijn. Dus we zijn bij de apotheek een sneltest gaan halen. En helaas had hij corona, heet hij corona. Ik heb ook een sneltest gedaan. Ik was wel negatief. Dus hij is nu naar zijn eigen huis. Want zijn twee huisgenoten hebben dus ook corona. Dus zij zitten nu met z'n drieën daar in quarantaine. Ik moet nu 5 dagen wachten natuurlijk. Tot ik weer opnieuw kan testen, want ik heb hem vanmorgen of vannacht nog gezien. En je kan eigenlijk pas 100% zeker weten je uitslag 5 dagen nadat je iemand met corona hebt gezien. Dus ik ga me zondagochtend opnieuw testen. Hopelijk ben ik negatief. Ik heb nergens last van. Ik heb natuurlijk met kerst al corona gehad, dus ik heb al een beetje een soort van immuunsysteem volgens mij opgebouwd in mijn lichaam. En ze zeggen dus ook dat je het van je partner minder snel kan krijgen, omdat je dus al gewend bent aan elkaars bacteriën of zoiets. Zoiets heb ik gelezen, dus ik hoop echt zo erg dat ik het niet heb. Maar ja, super balen natuurlijk dat hij het wel heeft en op zijn verjaardag. Dagmar die moet ook in quarantaine, want zij heeft Milan zaterdag gezien. En die andere die corona hebben, heeft zij ook zaterdag gezien. Dus zij kan zich donderdag voor een tweede keer gaan testen. Ze had zich ook vanmorgen getest, was ze ook negatief. Er is een pakketje binnengekomen. Dagmar is er ook gezellig bij. Hallo. Hallo. Maar ik had echt best wel veel besteld bij de Bershka. Alleen dit is binnen, dus ik ben benieuwd wat het is. Of ja, ik weet denk ik wel wat het is, maar ik ben benieuwd waar de rest blijft, zeg maar. Oh, dit is alleen het bikini broekje. Ik hoop niet dat ze alles in losse delen gaan doen, maar ik had dus een bikini besteld, een velvet bikini. En dit is het broekje. Hij ziet er echt heel erg klein uit. Het is een XSS. Deze was maar 10 euro, maar er zit dus ook nog een topje bij. Maar ik denk dat die in een losse bestelling komt ofzo. En ik had van de Brow House een pakketje ontvangen. Die ga ik ook even openmaken. Kaartje bij met hoe het werkt. En de laatste tijd gebruik ik best wel vaak van dat zeef voor mijn wenkbrauwen. En als het goed is, is dit dat ook. 2 van die spoelies. En de Brow House zeep. Niet dat ik deze week me ergens voor hoef klaar te maken, maar... Oh, is wel een handig dingetje. Kijk. Het is zo'n tinnen blikje. We kunnen deze week ook een ASMR video opnemen. Ja. Dag maar, die stickers besteld op AliExpress. Om het er laptop te plakken. Ga je ze allemaal erop plakken? Nou, ik ga even kijken wat leuk is. Ik denk dat ik dit een beetje te veel vind. Zo. Ik ga het weer uit elkaar halen. Dat biggetje ook. Dat vind ik echt schattig. Nou, ik ga even Photoshop zoeken op Pinterest. Ik heb al een paar keer gezien als we uitgingen. Ik heb nog geen seks. Wij hebben heerlijk loetje besteld. De patatjes zitten erbij. Brood. En natuurlijk het heerlijke biefstukje. Volgens mij heeft het wel een beetje gelukt. Ja, een beetje heel erg. Het is vandaag quarantaine dag nummer 2 en ja, we zitten nog steeds binnen, dat moet. Ik heb lekker joggingspakje aan en we gaan nu een serie kijken. We hebben volgens mij al 1 aflevering gezien, ik nog niet. Het is de serie Hoe mijn keurige ouders in de bak belanden. Ik ben heel benieuwd. Een lekker chocoladetje, die gaan we opeten. Dagmar die mag morgen weer testen om te kijken of ze negatief of positief is. En ik zondag pas. We hebben wel eventjes een sneltest van de Albert Heijn, zeg maar gewoon zo'n sneltest. Want ik ga morgen gewoon voor de zekerheid nog een keer testen. Want stel nou dat ik morgen al positief ben, kan ik vanaf morgen in quarantaine. Ik zit al in quarantaine, maar niet vanaf zondag pas, zeg maar. Want ja, goed verhaal. Ja, we gaan lekker heerlijk de serie kijken. Het is donderdagochtend en Dagmar gaat haar definitieve test doen. En ik ga ook maar gewoon een testje doen. Leuk, hè? Ja, want stel dat ik van nu
positief ben, dan kan ik nu in quarantaine. En als ik zondag pas ga testen, dan moet ik vanaf zondag pas in quarantaine. We hebben deze testen. Die kun je gewoon kopen bij de apotheek, bij de Albert Heijn. Tip, ga naar de Albert Heijn, daar zijn ze goedkoper. Ja. Ja, oprecht, bij de apotheek waren ze 9 en bij de Albert Heijn 4 nog wat of zo. Ja, ja. Oké. Oh, deze was wel iets anders die ik van de week had. Nee, ik had wel precies dezelfde. Je moet dat stokje in je neus. Oké, wacht. Ja, en dan in dit pipetje doen. Ja, dan moet je hem zo dichtknijpen. Ja, en dan 10 keer draaien en eruit halen. En dan 4 van die druppeltjes in dit ding. Maar dit stokje moet je 10 seconden in je ene neus en 10 seconden in je andere neus. Oh, je moet in 2 kanten. Ja, stiekem ben je gewoon positief omdat je vorige keer verkeerd getest hebt. Oké, ik ga deze. Oh ja, en je mag dit wordje niet aanraken met je vinger. Nee, dat Oké. Het lijkt een beetje op een zwangerschapstest. Ja, dat ding, maar niet dat staafje. Is er geen houdertje? Nee, ja, dat is heel kut. Echt heel kut. Oké. Oké. Nu wachten. Oh, hij begint te horen. Ja, bij mij ook. Het is echt spannend. Hoogtepunt van mijn leven. Vorige keer ook nog dat jij tegen Miel ging zeggen: jij bent positief, ik ben positief. En toen hadden we verkeerd gekeken wat was. Zo. Oh ja, ze hadden verkeerd gekeken. Nee. Oké, ik heb dus geen corona. Ik weet niet of ik dat net had laten zien, maar de test was negatief. Maar alsnog moet ik tot zondag binnen blijven, want ik heb dinsdag, of ik heb Milan voor dinsdag voor het laatst gezien. En zondag is dan 5 dagen daarna, dus ik moet natuurlijk 5 dagen in quarantaine. Dagmar, die was ook negatief, die mocht wel weer vandaag naar buiten, want die heeft Milan en de jongens die het hebben zaterdag voor het laatst gezien. Dus dan is donderdag vandaag de 5e dag. Ik heb lekker dit pakje aangetrokken weer van LA Sisters. Ik ga deze dagen echt niks boeiends aantrekken gewoon. Maar er komt als het goed is vandaag wel een heel erg leuk pakket binnen van de Bershka. En er was gisteren een pakketje van Stradivarius binnengekomen. Dus die kan ik straks ook aan jullie laten zien. Ik ga nu eerst even een video opnemen voor mijn kanaal. En dan ga ik hem lekker bewerken. En ik heb echt super veel zin in een gekookt eitje. Dus ik ga eventjes lekker een eitje koken. Ik hoop trouwens nu, ik heb het pluisje van mijn camera afgehaald. Dus ik hoop nu dat het voor jullie iets minder ruis is. In de vorige 2 video's kreeg ik de opmerking dat je een beetje een ruis door de camera heen hoorde. Ik hoop dat het nu is opgelost. Laat eventjes weten in de reacties. En ik wil nog eventjes een keertje mijn hoesjes laten zien. Deze zijn van Burger. Ik heb deze toen van hun ontvangen. En ik wil het nog eventjes laten zien omdat mijn kortingscode nog steeds geldig is. Ik denk dat ik hem ook eventjes ga switchen. Ik heb nu een paar weken deze erop zitten. Maar deze vind ik ook wel heel erg leuk. Dus ik denk dat ik deze omheen ga doen. En wat zo chill is, is dat het van rubber is. En dan dit is wel van dat harde. Dus het gaat niet snel kapot. Maar de telefoon blijft toch aan de binnenkant goed beschermd. Omdat dit van rubber is. De kortingscode werkt dus nog steeds. Ik zal hem even in de beschrijving zetten. En een linkje van Burka in de beschrijving zetten. Deze video is ook gesponsord door Burka. Dus heel erg bedankt Burka voor het sponsoren van deze video. Ik ben super blij met deze hoesjes. Wat ik ook zo chill vind aan deze hoesjes is zeg maar dat aan de voorkant heb je dus nog een rubber bandje, waardoor die niet gelijk op je scherm ligt als je je telefoon zo neerlegt. En aan de achterkant, ik weet niet of je dat heel goed kunt zien, maar de camera's nu steken niet uit. En bij bijvoorbeeld zo'n hoesje als dit, steken de camera's wel uit, waardoor ze eigenlijk alleen maar beschadigen als je ze dus zo vlak neerlegt. Maar ik ben in ieder geval heel erg blij met deze hoesjes en ik heb er weer lekker een nieuw omheen gedaan. Ik heb lekker stokbroodje in de airfryer gedaan. Ik ga lekker met knoflookboter eten en ik heb 2 gekookte eitjes. En ik ga maar even kijken of ik nog wat leuks kan kijken op de tv. Oké. Pakketje van de Bershka is binnen. En gisteren was er dus ook een pakket van de Stradivarius bezorgd. Ik had jullie natuurlijk van de week al. Van de week. Eergisteren volgens mij. Had ik jullie dit broekje natuurlijk al laten zien. Van de Bershka. Dat ik die had besteld. En als het goed is, zit nu ook een topje hierbij. Dus die ga ik even eruit halen. Dit is het topje die erbij hoort. Ik vind dat topje gewoon zo mooi dat het dan zeg maar wel een triangel is. Maar toch iets extra's door een dubbel bandje hier zo. Er zit wel een vulling in. Ik haal die er zelf eigenlijk altijd uit. Deze heb ik ook weer in de maat XSS. Ik vind het wel een beetje gek of zo dat ze
deze twee combinatiematen hebben. Want ik vind dit als XSS best wel klein. Ik zou dit echt meer zien als XXSXS. Maar dus in ieder geval deze bikini. Dan heb ik een hele mooie body besteld. Ik hoop dat hij mooi zit. Dat is deze. Ik kan het niet zo heel goed laten zien, maar ik zal het zo meteen even aantrekken. Maar dit is dus een body dat je hoofd hier doorheen gaat. En dan gekruist zit... Jezus. Dat het dan gekruist zit bij je borsten. En omdat het natuurlijk een body is, zit het verder wel gewoon strak van onder. Ik heb dus in een S besteld. Ik weet niet zo goed waarom. Ik denk dat ik oprecht beter een XS had kunnen nemen. Maar Bershka valt soms best wel klein. Dus misschien dat het past. Onderkant is gewoon een stringmodel. Dat vind ik altijd wel fijn. Er staat hier geen prijs op. Maar ik denk dat deze iets van 17 euro was of zo. En dan heb ik bij de Bershka ook nog een jurkje besteld. Maar ik wist niet echt welke maat ik moest hebben. Omdat de Bershka altijd best wel klein valt. Zoals ik net al zei. Dus ik heb ze in twee maten. En dat is dit jurkje. Mijn camera wordt echt super... donker, maar oké. Okay. Het is dus dit jurkje. Met kant. En dan zit hij helemaal strak naar beneden. Ja, dit leek me gewoon heel erg leuk voor vakantie. Ik kreeg laatst een comment onder mijn video van... ja, jij koopt echt alles voor op vakantie. Maar dat klopt. En als het een keertje wat lekkerder weer zou worden in Nederland... dan zou ik dit ook gewoon in Nederland aankunnen. Maar goed, ik heb hem dus in een maatje S en M. Maar ik denk, dit is die S. Ik denk dat die S wel moet passen. En volgens mij was deze 30 of 25 euro... De maat staat er niet op, dus dat is een beetje jammer. Of de prijs. Dus dat is die. Dan ga ik door met van Stradivarius. En daar heb ik dit wikkeltopje besteld, gekocht. Dus ook weer met zo'n voorkant. Wacht, ik laat het even op het kaartje zien. Kijk, het is zo'n topje. En het is dus een beetje in een beige badstof. En ik vond hem echt heel erg leuk. En deze was maar 10 euro. Die ga ik sowieso houden. Ik heb dat gisteren al gepast. En dan heb ik nog... iets waarvan ik het denk ik terug ga sturen. Althans, ja, die topjes sowieso. Ik had het bij Madelief gezien op Insta. En ik dacht van, oh, wat dit moet ik hebben. Het was dus zo'n bustier. Met geel, blauw en roze. Superleuk. En dan zit er dus zo'n matchende blouse bij. Die je er dan overheen aan kan trekken. Echt onwijs leuk. Heb ik ook weer in een S en in een M. Die M was wel echt veel te groot. Maar bij die S zat hij zeg maar... Bij die S had hij zeg maar wel mooi om mijn lichaam, dus dit stuk. Maar mijn borsten vielen er gewoon echt uit. Het was echt niet mooi en super jammer. Want dan zou je zeggen, dan moet je juist een maatje groter. Maar bij die M zat het juist om mijn lichaam weer heel los. Dus die topjes ga ik sowieso terugsturen, helaas. Want ik vond hem wel echt heel erg leuk. Ik heb een foto op mijn telefoon volgens mij. Dan kan ik het wel even laten zien. Dit was het topje met de blouse. Echt onwijs jammer, want ik vond hem echt heel erg leuk. En dit was trouwens dat topje. Hoef ik hem zo meteen niet meer aan te trekken. Maar dit is het topje en die ga ik wel houden. Die vind ik wel echt heel erg leuk. En die was maar 10 euro. Dus toen dacht ik nog van ja, ik kan die blouse natuurlijk ook gewoon loshouden. Want die blouse is op zich ook leuk met een witte crop top. Maar ik had het natuurlijk eigenlijk wel echt in combinatie met elkaar gekocht. Dus ik denk dat ik het gewoon lekker ga terugsturen. Die bodypassen en die jurkjes. En dan ga ik het even laten zien. Dit is de body van de Bershka. Kijk. Ik vind hem sowieso iets te groot, want hij hangt hier echt best wel los. Ik heb er nu geen BH onderaan. Ik vind hem op zich wel leuk, maar ik weet niet. Ik voel hem niet helemaal. Ik vind dan wel het topje die van de Stradivarius, zeg maar, die ander vind ik dan leuker. Dat is natuurlijk wel een beetje hetzelfde effect ook zo met dit. Dus ik denk dat ik deze terug ga sturen. Oké, dit is het witte jurkje. Deze vind ik wel echt heel erg leuk. Deze maatje S. En die is alsnog best wel groot, dus ik zou niet aanraden om een maatje groter te nemen. Ik twijfel of ik misschien nog een XS zal bestellen. Dat hij misschien mooier zit. Die bandjes zijn wel echt heel erg los. Maar misschien dat ik aan mijn oma kan vragen of zij ze wat kan innemen. Maar verder vind ik het wel echt een superleuk jurkje. Heel erg schattig. Ik denk wel dat ik deze ga houden. Ik verveel me echt heel erg. Ik ben nu van God los aan het kijken. Dat is blijkbaar dus al heel oud. Ik kende dat helemaal niet. Maar er zijn allemaal soort van misdaad of misdrijven die... ze dan naspelen in de serie. Dus dat is op zich wel leuk. Het is wel Nederlands en heel slecht geacteerd. Dus daar moet je wel van houden. Maar ik vind het altijd wel leuk. Dus ik ga het lekker verder kijken. Het is vandaag vrijdag. Dag nummer 3 in quarantaine. En gisteravond was er een pakketje van Stormer binnengekomen. Ik heb met hen een samenwerking. De items voor YouTube ga ik pas de 28ste laten zien. De 28ste komt er een video online.
met de items van Stronger. Maar aanstaande maandag moet ik wel al de story op Insta plaatsen. Dus ik heb net eventjes alles op de foto gezet. En die ga ik nu eventjes bewerken en doorsturen om te laten goedkeuren. Maar ik dacht, ik hou dat topje gelijk lekker aan. Want ik vond het op zich wel lekker zitten. Ik heb gewoon dit topje dan aan van Stronger. Die vind ik echt heel erg chill. Met deze broek van Collusion. Eigenlijk toch niks ga doen vandaag. Er komt vandaag wel echt een heel erg leuk pakketje binnen. Twee hele leuke pakketjes. Eentje van Naked en eentje van de Vintage Bar. Super excited. Dus ja. Het is vandaag zaterdag. De ene laatste dag in quarantaine. Gisteren heb ik uiteindelijk niet meer gefilmd, want mijn camera was leeg. Maar ik heb gewoon heel erg veel zin om vandaag een lekker zelfkeerdagje te houden. Ik ga zo meteen lekker. Ja, zo meteen. Nu lekker deze peeling van The Ordinary opdoen. Daarna ga ik lekker mijn wenkbrauwen verven. Lekker mijn wenkbrauwen harsen. Lipscrubje maken. Lekker douchen. Lekker scrubben. Lekker rijstwater in mijn haar. Haarmaskertje. Maar ik heb er helemaal zin in. Gisteren zijn er echt mega veel pakketjes binnengekomen. Ik kan de dingetjes van Chiquelle en van de Vintage wel eventjes laten zien. Ik heb ook echt weer iets van 13 items gekregen van Naked. Maar dat zal ik in de volgende weekvlog wel laten zien. Want die code is ook pas volgende week geldig. Dus dat is dan iets beter misschien. Maar ik heb echt een super leuke tas gekregen van de Vintage Bar. Dat is deze soort van strandtas van Chanel. Ik ben er echt intens blij mee. Dit is een beetje een beige kleurtje. En hij ziet er echt nog super mooi uit. Het leer is echt niet beschadigd. En die dopjes aan de onderkant ook echt niet gewoon. Hij ziet er echt super mooi uit. En deze heb ik dus gekregen van de Vintage Bar. Echt heel erg blij mee. En zal ik nog even de items laten zien die ik van Chiquelle heb gekregen. Als allereerst dit topje. Het is een soort van bustier bralette dingetje. Maar ik vind dit kleurtje wel echt heel erg leuk. En dit is volgens mij in een one size. Dat is die. Dan deze body. Maar het voelt echt een beetje als een badpak, dat spul. En dat is deze. Ik vond hem op zich wel leuk. Zo met dat triangel vormpje en dan hier dat kant. Dat is gewoon een body. Hij heeft helaas wel gewoon wijd aan de achterkant. Dat vind ik nooit zo heel erg mooi bij bodies. Maar we gaan zien hoe dit staat. En deze heb ik in een maat S. Dan echt een super leuk topje. Even kijken. Dit is hem aan de voorkant. Het is gewoon een lichtblauw haltertopje. Maar aan de achterkant is die dus helemaal open. Kan ik dit goed laten zien? Kijk. Dan moet je hem dus zo kruisen en knopen. Echt heel erg leuk vind ik deze. Ook super mooi kleurtje. Dus ook weer in een one size. En dan heb ik nog een broek. Het lijkt een beetje op een joggingbroek, maar dat is het dus niet. Het is wel echt van katoen. En aan de onderkant heeft hij ook een split. Super leuk. En deze heb ik in een maatje XS. Oké, peeling heb ik eraf gehaald. En ik ga nu mijn wenkbrauw verven. En ik doe dat eigenlijk altijd met dit. Dit hoort er niet bij. Dit is de verf die ik gebruik van Reflecto Seal. De lichtbruine. En dan heb je dit erbij nodig om het te activeren. Want als je alleen de verf gebruikt, werkt het dus niet. Je moet dus ongeveer 3 druppels, 4 druppels ongeveer van dit toevoegen. En dan activeert de verf. En dan heb ik nog dit cremetje. Dat beschermt de huid, dat de verf niet op de huid gaat zitten. Deze spullen heb ik trouwens allemaal van school. Maar volgens mij kan je dit ook gewoon bij kapperskorting.nl of zoiets kopen. Wattenstaafjes. De verf mix ik altijd in dit oude potje van Guichou. Dan heb ik een kwastje om hem mee aan te brengen. 2 spoelies. Een schaartje om de haartjes een beetje bij te knippen. En als ik heb geverfd, ga ik daarna mijn wenkbrauwen harsen. Bij mijn vader heb ik zo'n echte harspot staan. Daar doe ik normaal mee. Die heb ik hier niet. Dus ik heb gewoon van die kleine gezichtsharsstrips waar ik dat mee doe. En die knip ik dan ook weer helemaal. Dus ik ga beginnen met het verven. Je moet altijd beginnen met het verven en daarna pas harsen. Omdat als je gaat harsen, maak je natuurlijk je haarzakjes open in je gezicht. En als je dan daarna gaat verven, dan verf je je haarzakjes ook. Kan dat gaan irriteren, ontsteken, dat soort dingen. Dus altijd eerst verven en daarna pas harsen en epileren. Oké, 1 wenkbrauw zit er nu op. Ik zal even laten zien wat ik heb gedaan. Ik heb eerst dit cremetje over
mijn wenkbrauw heen gesmeerd. Of ik ga even inzoomen, dan kunnen jullie misschien wat beter zien. Ik heb allereerst deze crème helemaal over mijn wenkbrauw heen gesmeerd. Dan ben ik een beetje met een wattenstaafje over de haartjes gegaan. Dan heb ik hier het mengelmoesje. Ik heb een druppeltje gedaan van die verf. En dan 5 van die druppeltjes van die activator. En dan ga ik gewoon doen alsof ik mijn wenkbrauwen ga inkleuren hiermee. Als ik dat heb gedaan, kom ik wel bij jullie terug. Oké, nu ziet het er zo uit. Nog niet zo netjes als die. Dus wat ik dan doe, is ik pak een wattenstaafje. En daarmee ga ik het recht trekken. Daarmee corrigeer ik het eigenlijk gewoon zoals ik het wil hebben. Nou, nu merk ik al dat ik aan de bovenkant iets te veel heb weggehaald. Dus dan ga ik het weer gewoon een beetje bijverven. Oké, nu zitten ze op zich wel zoals ik ze mooi vind. Het is nu natuurlijk heel donker, zo wordt het zo meteen niet. Ik ga dit eventjes ongeveer 7 minuutjes zoiets laten intrekken. En dan ga ik eventjes een bakje schoonmaken. En dan ga ik kijken of ik deze verf ook nog in het zwarte heb. Maar dan ga ik ook eventjes mijn wimpers verven. Oké, ik heb de zwarte verf ook gevonden. Die ga ik nu in dit bakje doen. Ik heb het bakje eventjes helemaal schoongemaakt. En dan precies weer op dezelfde manier met dit. Alleen bij jezelf is het natuurlijk best wel lastig om je wimpers te doen. Dus ik hou mijn ogen gewoon open alsof ik zeg maar mascara aanbreng. Maar pas er wel mee op, want het kan echt heel erg veel pijn doen als dit in je ogen komt. Ik ben klaar met mijn wimpers en mijn wenkbrauwen. Ik heb mijn sportsetje aangetrokken. En ik ga een video doen van Pamela Reeve, heet zij volgens mij. Zondag 8:30. Het is vandaag moederdag ook. En vandaag is eindelijk de dag dat ik me officieel mag laten testen. Ik heb natuurlijk de afgelopen dagen wel een paar tests gedaan van de apotheek. En die waren wel allemaal negatief. En ik heb nog steeds nergens last van. Ik heb nog steeds geen klachten. Maar het is vandaag precies 5 dagen geleden dat ik Milan voor het laatst heb gezien. En ja, je testen zijn gewoon het meest effectief als je 5 dagen wacht. Omdat je het na 5 dagen dat je iemand hebt gezien nog steeds kan krijgen. Dus ja, hou er rekening mee. Want vorige keer dat ik corona had, was ik op maandag gaan testen. Toen was ik negatief. En toen ging ik op woensdag testen, want dat waren 5 dagen. En toen was ik positief. Dus het kan echt oprecht verschil uitmaken. Dus ik heb om 9:00 een afspraak bij een teststraat in Den Haag van de GGD. En dan ga ik me laten testen. En ik hoop zo intens erg dat ik negatief ben. En ik hoop eigenlijk ook dat ik de uitslag echt snel krijg. Daarom heb ik de afspraak ook zo vroeg mogelijk gemaakt. Zodat ik vanavond nog moederdag kan vieren. En mijn moeder zei ook, ja, als je de uitslag nog niet hebt, dan verplaats het gewoon naar volgende week. Want ja, mijn opa en oma zijn er ook bij. En je hebt gewoon geen zin in het gedoe dat je dan opeens wel positief bent. Maar ik hoop gewoon dat ik er snel de uitslag krijg. Dat ik daar wel heen kan. Want ik wil ook echt eventjes gewoon lekker naar buiten, even mensen zien, even dingen doen. Maar goed, ik heb dit pak aangetrokken van Mrs. Empire of zo. En ik heb gisteravond laat dus nog mijn eigen bangs geknipt. Ja, het is nu dus niet helemaal recht. Maar ik vind de lengte op zich wel oké. Maar als ik negatief ben, ga ik eventjes een afspraak maken bij de kapper. Dat die het wel eventjes recht kunnen knippen. Ik heb hier nog een test liggen. Dus ik denk dat ik als ik terugkom, dat ik die ga doen. Dat stel ik ben positief, dat ik er wel vast op voorbereid ben. Maar ik denk niet dat ik positief ben. Maar we gaan het gewoon doen. Ik ga mijn jas aantrekken en dan gaan we naar de teststraat. Ik heb me laten testen. Het was echt letterlijk 3 seconden werk. Maar ik weet nu wel hoe ver die dat stokje deed net. Dus ik ga zo meteen zelf thuis nog een keertje die zelftest proberen. En ook zover proberen dat stokje erin te doen. Dan weet ik al een beetje hoe en wat. Ik ben dus voor thuis. En ik heb hier natuurlijk nog die test liggen. En ik denk dat ik hem gewoon gelijk ga doen. Want ik weet nu nog een beetje hoe het voelde. Zeg maar hoe diep dat stokje in mijn neus zat. Dus we gaan het gewoon doen. En zou je denken, waarom ga je nu deze test doen als je maar net heb getest. Ik zoek even iets waar ik jullie op kan neerzetten. Ja, dat kan niet. Maar... en dan denk je misschien... waarom ga je nu deze test doen als je net bij de GGD hebt getest? Maar
ik weet niet. Dan weet ik gewoon alvast een beetje. Kijk, ik, zoals ik al zei, ik ga er niet van uit dat ik het heb. Want ik heb echt nergens last van. En Milan, die heeft, toen hij het had, zeg maar, hij heeft het nog. Maar had hij echt mega erg koorts, hoofdpijn, spierpijn. Dus ja, ik denk gewoon niet dat ik het heb, maar... We gaan gewoon alsnog even deze test doen. Oh, Jezus. Ik ben er niet aan. Bij die man moest ik helemaal niet huilen. Maar hij weet natuurlijk gewoon hoe dit perfect moet. Oké. Kwartiertje wachten. Nou, de sneltest is negatief, zoals jullie kunnen zien. Echt goed, goed negatief. Dus ik ben heel erg benieuwd naar de uitslag van de GGD. Want dan kunnen we ook gelijk zien of dit ding betrouwbaar is, ja of nee. Ik hoor namelijk zoveel verhalen van mensen dat ze een zelftest doen dat die niet betrouwbaar is. Alleen, dan vraag ik me af, heb je dan echt die van de apotheek? Want... deze die ik net heb gebruikt, toen rond kerst, zeg maar, toen ik corona had. Toen is Milan voor zijn werk een sneltest gaan doen bij de GGD. Gewoon een sneltest via hun, zeg maar. Waar je echt €80 voor betaalt. En hij zei dat dat precies hetzelfde doosje, precies hetzelfde was als die van de apotheek. Dus ik neem aan dat dit wel moet kloppen, toch? Ik denk dat de sneltest van de Kruidvat misschien inderdaad een stuk minder betrouwbaar zijn. Maar het lijkt me dat deze wel gewoon zijn werk moet doen, toch? Aangezien sommige mensen hier dus ook gewoon €80 voor betalen. Maar goed. Ja, ik ga gewoon nog eventjes wachten. Ik moet vandaag gewoon wachten tot de uitslag van de GGD. Milan mag morgen eindelijk uit quarantaine. Ik denk dat we elkaar echt al heel lang, niet zo lang, niet hebben gezien of zo, zeg je dat. We slapen normaal echt iedere dag samen. We hebben nu sinds dinsdag al niet samen geslapen. Hij was dinsdag natuurlijk ook jarig. Mega rukke verjaardag. Maar als ja, hij morgen uit quarantaine mag en ik ben negatief, gaan we dinsdag lekker samen naar een terrasje om het alsnog een beetje te kunnen vieren. We hebben echt niks meer in huis en ik heb zoveel trip. Dus ik denk dat ik bij Juice Brothers een acai bowl ga bestellen. De Dragon Ball. Die ziet er wel echt heel erg lekker uit. Dus ik denk dat ik dat lekker ga bestellen. Want daar heb ik wel zin in. En ik ben de serie Red Lights aan het kijken. Ik zit nu in aflevering 3. Echt oprecht. Heel leuke serie, zet op NPO. Hij is bezorgd. Kijk even hoe lekker dit eruit ziet. Ik heb wel nog eens extra topping aardbei erop gedaan. Maar dit is dus de Dragon Ball. Ik ga het proberen open te maken. Banaan en dan aardbei, granola, kokosnoten, rasp volgens mij. En dit zijn opgedroogde cranberries. En dan hieronder zit de bol. Heel lekker. Ik heb de uitslag en ik ben hartstikke negatief. Chill, heel chill. Want ik had deze week, komende week, best wel veel dingen op de planning staan. Of nou veel. Ik wil natuurlijk dinsdag met Mio's verjaardag soort van nog leuk kunnen vieren. Woensdag heb ik met Rosa afgesproken en vrijdag ga ik mijn nagels doen. En dat was ook wel echt nodig. Dus ik ben heel erg blij dat het allemaal gewoon door kan gaan. Dat ik negatief ben. Ik heb ook nergens last van, dus ja. Het is nu... 5 uur en ik heb alweer trek, dus ik heb mijn avondeten. Lekker een kant-en-klare salade, die heeft dag maar net voor me gehaald. En ik doe er dan heel slecht terug van mij doorheen, maar die is echt zo lekker. Dagmar die is nu naar mijn moeder toe, moederdag vieren. Wij hebben moederdag een beetje uitgesteld, omdat ik natuurlijk niet wist hoe laat ik de uitslag zou krijgen van de coronatest. En ja... ik wist op zich wel dat ik negatief was, maar stel ik had er gezeten en ik kreeg opeens de uitslag dat ik positief was. Dan was het echt heel kut geweest, want mijn opa en oma die zouden ook komen. Dus mijn moeder is nu zelf naar mijn opa en oma toe. En dan vieren we volgende week moederdag voor haar, zeg maar. Ik ga lekker mijn serie verder kijken, Red Lights op NPO. Daar ben ik mee begonnen. Hele goede en leuke serie. Dus die ga ik verder kijken en ik ben heel blij. Ik ben heel erg blij.